Voorzitter, het proces van radicalisering gaat niet van de ene op de andere dag. Alle antiterreurdeskundigen zijn het daarover eens. Er moet ook ingezet worden op de voedingsbodem van radicalisering. En in die zin zei burgemeester Van Aartsen van Den Haag, die zei het heel treffend. Je moet beide aspecten, beide zijden van de uiterste moet je zien te bestrijden. De regering doet dat met de integrale aanpak jihadisme. Daar zit preventie in. En daar zit ook repressie in. En in hoofdlijnen steunen we dat. Maar we zien dat het ene uiterste wordt bestreden, maar het andere uiterste niet. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de regering met een omvangrijk actieprogramma integrale aanpak jihadisme werkt. Constaterende dat alle vormen van terreur onze vrije samenleving ondermijnen. Overwegende dat alle vormen van extremisme bestreden moeten worden en dat een eenzijdige aanpak alleen niet werkt, verzoekt de regering om ook met een actieprogramma integrale aanpak rechtsextremisme te komen, zodat beide uitersten worden bestreden. En gaat over tot de orde van de dag. De heer Kuzu heeft als motie ingediend motie 8, waarin de regering wordt verzocht om ook een actieprogramma integrale aanpak van rechtsextremisme te komen, zodat beide uitersten worden bestreden. Voorzitter, ik denk dat het goed is dat er in uw Kamer ook aandacht is voor rechtsextremisme, maar het zou niet goed zijn als daarbij dan ook het linksextremisme zou worden vergeten. Dan hebben we ook nog, voorzitter, het dierenrechtenactivisme extremisme. En zo zijn er misschien nog wel meerdere extremismen die in Nederland zou kunnen worden geïdentificeerd. Geen van alle zijn zo groot dat ze een apart actieprogramma rechtvaardigen. En allemaal hebben ze de aandacht van de regering, zoals ook blijkt uit het recente dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, waarin expliciet aan zowel rechts- als linksextremisme aandacht is besteed. Er is dus geen reden voor wat er in deze motie wordt gevraagd. De maatregelen uit het actieprogramma jihadisme zijn één op één toepasbaar op links- en rechtsextremisme. En ik zal dan ook, het advies is ook de motie te ontraden.